Had je überhaupt een beetje tijd om naar Londen te vliegen, Ruben, om Graham Norton te ontmoeten? Nou, dat was de enige vrije dag in een paar weken. Ja. En toen zat ik eigenlijk de hele dag in het vliegtuig voor 25 minuten interview. Ja. Was het wat? Is hij dan aardig? Hoe gaat dat? Ja, het is een razend sympathieke meneer. En nou ja, hij ontvangt je heel hartelijk en hij werkt mee met televisie. Ja, walk in the park. En super professioneel, want na een half uur is het gewoon klaar. Het aardige is, jij bent een keertje voor ons naar Katy Perry geweest. Ja, in Wenen. Jij bent een keertje voor ons naar Mariah Carey geweest. Ja, eigenlijk ben je gewoon een slavendrijver. Ja. Iedereen moet maar alle kanten. Ja, maar luister, jullie gaan naar al die leuke klusjes en ik blijf gewoon hier. Hè, dus oh, sorry. Dan, mogen niet klagen. Stond er ook zo'n manager achter je op een gegeven moment van, je hebt nog drie of nog één vrouw. Ja, ja. Nee, want ik vroeg haar of ze ging zingen. Dat mocht helemaal niet, natuurlijk. Ja, jij hebt 20 minuten gevlogen. Ik 11 uur voor 20 minuten. Oh, wow. Ja, ah, ik bedoel, jij ging voor een boek. Je hebt het boek gelezen helemaal. Je hebt alles natuurlijk voorbereid tot in de puntjes. Voelde als... Je hebt geen zin leven. Ken je niet vroeger gelezen, die boekbespreking? Ja. Dat je dacht, dat je, ik heb dat uittreksel, dat heb ik tenminste gelezen. Maar voor de rest... Nee, ik had het boek niet gelezen. Nee, ik kwam er niet aan toe. Nou, ik kwam er ook niet doorheen, maar dat... Nee, dat is onzin. Ik ben er gewoon... ik heb de eerste alinea gelezen en de laatste. En, ja, vaak ken je dan het boek een beetje. Oh, maar dan snap ik ook nu je eerste vraag heel goed, want dat is heel simpel. Ja. The first day you opened your laptop in the first letters. How was that day? What did you feel then? That was quite a nice day. That was quite a good day, because you kind of think, look at me, I'm writing a book. It's the next day that's kind of hard. You kind of think, that wasn't very much book. Books are long. Now, then the day you were finished, you realized you put your last letter in the script and it's done. Do you recall that moment? I do, and I remember, you know, thinking, ooh, but I'm very annoyed. I forgot to write the end. What's Dutch for the end? Einde. Just one word? Yeah. Oh, it's even easier. Yeah. Is it end with an E? We're really lazy. It's E-I-N-D-E. E-I-N-D-E. One word. E-I... Yeah, perfect. Now you did there it. There we go. That's now you did it. Well done. It's over. Andy. Leuk zeker, hè? Nee, het was echt een super aardig gast en echt heel grappig is hij ook. Hij vond je gewoon leuk en lekker. Denk je? Nou, natuurlijk. Nou, ik weet het niet. Hij kwam haastig aan. Dus, ja. Ik had wel echt... Nee, volgens mij hadden we niet die klik. Nou, je hebt wel gevraagd of hij een bepaald persoon hier aan tafel aardig en lekker vond. Eigenlijk. Ja. Maar hij koos toch voor Simon. Ja, stom. Nee. Ik heb inderdaad gevraagd... Dick. Of hij vrijgezel was. Maar dat kwam omdat ik heel veel mensen in mijn omgeving... Die, als ik dan zei van, ik ga Graham Norton interviewen. Meen je niet? Oh, dan moet je hem dit vragen. Maar echt, iedereen had wel een vraag paraat. Meen je niet? Ja. Oh. Ja, behalve jij. Ja. Maar voor de rest had iedereen een vraag. En mijn... Peterkindje, die zei, vraag hem of hij nog vrijgezel is. Oké, laten we even kijken. Next question is from my godchild. She wanted to know, are you in a relationship? No, I'm not. And would you consider, in that case, would you consider this man? Do you know what? Be honest. I would consider him. Daar ga je, Gordon. He's also at the table where he's showing this now. Oh, okay. Is he single? Yes, most of them. Meestal wel. I know the people. Meestal wel. Hey.